Goedemorgen, het is vandaag maandag. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben lekker aan het ontbijten met... Kipfilet, maar hoe heet jij? Mees. En wat heb je te eten? Een kipfilet. Met een kikker. En wat ben je aan het drinken? Een ijsje. Groene ijsje, hè? Groene ijsje. Wil je nog even proosten? Proost. Nou, ik heb dus een heerlijk weekendje gehad. Nou ja, heerlijk. Ik was vrijdag terug uit Dubai. Toen ben ik eigenlijk... Of nee, donderdag. Vrijdag, ja. Kwam mijn moeder Mees vroeg brengen, want ik miste hem echt. Toen heb ik eigenlijk heel de dag gewerkt. Jawel, schatje, je moet zo naar school. Ik heb het je gisteren verteld. Ik ga oma dood. Nee, schatje, oma is bezig. Dus in ieder geval, Meesie kwam vroeg vrijdag. Toen heb ik wel heel de dag achter mijn laptop zitten werken, want ik had allemaal achterstallige mailtjes. En ja, ik had niet heel vaak, ik had eigenlijk alleen maar wifi. Ik had geen 4G in Dubai. Zaterdag ben ik wat gaan drinken bij 108. Toen was ik daar ook nog mijn telefoon vergeten. Ja, het was zo'n avond. Gelukkig was hij teruggevonden. Dus ik heb hem weer opgehaald de volgende ochtend. En zondag, gisteren, moest ik dus werken in de kunsthal bij de expositie van Thierry Mugler. Was wel echt heel tof om te zien. En er was daar een borrel van Pride Rotterdam. En wij hadden dus ter promotie hadden wij een drag queen, Skyla Versailles. En die ging daar zeg maar aan de deur staan om de mensen te verwelkomen. En die had later ook nog een performance. Dus dat was ook weer een beetje laat geworden. Dus ik heb gisteren gewerkt. Ik ga vandaag daarom even heel rustig aan doen. Ik heb wat dingetjes te doen voor de social media van de Rotterdam Drag Show. Die ik vandaag moet opvolgen. Maar ik ga eerst even Mees naar school brengen. Het is al... Nee. Het is al 9:45. En ik ben gewoon niet vooruit te branden. Maar ik heb echt hele drukke dagen gehad. En dan ga ik even lekker naar Basic Fit. Ik heb daar zo'n zin in. En ik denk dat ik ook even lekker naar de Breimark ga. Dat heb ik echt gemist. Daar ben ik echt al lang niet geweest. Dus dat zijn mijn plannen voor vandaag. En dan ga ik vanmiddag gewoon lekker beginnen met werken. Ga ik al die social media weer doen. Hey ladies. Ik ging meest net even afzetten bij de crash. Gelijk al die juffrouw's die juffen vragen. En hoe was de baan? En hoe was het? Oh my god, het was geweldig. Ik wil daar gelijk wonen. Ik wil nooit meer naar huis. Fuck Nederland. Maar dat gevoel had ik wel echt. Ik ben echt blij dat ik dat had. Want ja, anders moet er zo lang zitten. Maar ik voelde me gelijk thuis. En die klemmer, zeg je de eerlijk meiden, die is wel aan mij besteed. Ik ben wel een beetje een polderliefertje. Dus nee, top. Maar ik dacht, ik ga even naar de Zara, want ik was vrijdag nog even aan het facetimen met Sil, mijn BFF. En ze had zulke leuke dingen gekocht bij de Zara en ze zei, Jane, overal hangt alleen nog maar een L. Nou, en bij de Zara heb ik een medium slash large. Dus ik ga even naar de Zara om te kijken of ik een leuke outfit kan vinden voor mijn birthday, aangezien ik volgende week of over 10 dagen jarig ben. Maar wat ik wel echt minder vond aan Dubai, want ik zit er nu helemaal op te hemelen, is dat je dus niet kan facetimen of kan videobellen. De regering heeft dat eruit geknald, omdat ze anders geen geld verdienen met gewoon telefoontikken, zeg maar. Dus dat mensen gewoon normaal gaan bellen en niet via WhatsApp bellen of via WhatsApp facetimen. Dat vind ik wel echt jammer, want ik dacht van ja, als ik daar dan zit, dan ga ik gewoon facetimen met mijn familie, maar... Dat is dus geen mogelijkheid. Nu hoorde ik wel van die jongen met wie ik had afgesproken die daar woont. Dat je dan wel weer verschillende apps hebt. En dat er altijd wel weer elke maand een andere app is die ervoor zorgt dat je wel kan videobellen. Maar ja, ik weet niet. Dat is wel jammer. Maar goed, ik ga lekker naar de Zara en ik neem jullie mee. Oké, guys, jullie hebben de eerste ronde gemist. Want ik had dus al, ik geloof, 20 stuks of zo. Je mag er maar 6 mee nemen. Dus ik moest heel gierig, want je mag niks achterlaten. Dus ik moest heel gierig op het rekje en dan snel doen. Dus, maar het was allemaal niks. Ik heb wel een hele mooie spijkerbroek. Maar die moet ik even een maatje groter pakken. Ik hoop dat die er is, want dan heb ik echt de perfecte spijkerbroek voor 10 euro. Ik heb nu dus allemaal jurkjes voor 8 euro. Kijk, leuk.
Dit is echt leuk voor werk. Of als ik gewoon een keer netjes uit eten ga met een paar pumps. Kijk hoe chic. I love this. Dus deze gaat sowieso mee. Dit is eigenlijk mijn eerste kans hebben sinds dat ik aan het passen ben. Dus jullie hebben eigenlijk niks uit. Ik heb nu het tweede jurkje aan van de 8 euro rek. Oh my god. Kijk even hoe leuk. Ik heb nu een sport-BH aan, dus ik heb geen tieten. En ik zou dit wel met een panty aan doen, want het is redelijk kort. Maar kijk even hoe leuk. Ik draag hem in een maat medium. Weer 1 voor 8 euro. Kijk even. Dit is toch heerlijk. Met een paar heels. Leuk tasje. Fabulous, je haar omhoog. Mooie make-upie. Goeie BH, want ik heb nu gewoon geen tieten. Hé. Hey. Dit is echt een winnaar. Ja. Nou, ik heb weer genoeg jurkjes, want daar was ik echt naar op zoek. Oh, nu al helemaal blij. Nou jongens, filmen en shoppen is niet aan mij besteed. Want ik ben zo gierig, ik wil niks missen. Dus dan pak ik gewoon mijn camera niet. Maar het is weer volledig uit de hand gelopen. Ik heb een hele tas vol voor nog geen 70 euro. Met echt gewoon chique items. Ik ben mijn stijl ook een beetje aan het switchen. Ik ben wat minder streetstijl en wat meer classy. Maar ja, ik word ook bijna 40. Nou ja, ik word 33. Ik moet even normaal doen. Maar ik kwam ook nog een kijker tegen de Zara. Zo leuk. Dus als je kijkt, leuk je gezien te hebben. En mocht je me een keer tegenkomen, spring me gewoon aan. Ik vind het altijd super leuk. Dus ik ga nu even naar Albert Heijn. Er lopen allemaal schoolkinderen hier. Dus ik ga stoppen met vloggen. Ik vind het echt wakker nu. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben nog niet wezen trainen, want ik had trek. Ik denk, ik ga eerst wat eten. Ik moest even naar het toilet. Dus ik dacht, ik ga eerst even aan jullie laten zien wat ik heb gekocht. Oh, ik ben zo geslaagd! Het is maar 1 tasje, maar ik heb wel heel veel items. Jullie hebben natuurlijk al een paar dingetjes gezien in het pashokje. Maar ik had ook nog wel een paar dingetjes meegenomen, want je mag dus maar 6 dingetjes meenemen in de paskamer en ze houden het niet voor je apart. Echt heel irritant aan Zara. Maar goed, ik heb dus maar gewoon een paar dingen meegenomen. Waaronder dit blouseje van Chiffon. De voorkant is zeg maar niet doorschijnend. De achterkant wel, dan zie je gewoon je BH-bandje. Maar ja, goed, weet je. En met zo'n mooi strikdingetje. Echt een hele chique blouse. En deze was afgeprijsd van 40 voor 12,99. Kijk, dat zijn lekkere prijsjes. Verder had ik nog dit shirtje. Oh, in welke maat heb ik deze? Deze heb ik in een L, want hij viel best wel klein. Dan heb ik dit truitje. Dat is echt een heel mooi truitje. Ik hoop dat ik het pas. Oh, dat is ook een L. Oké, dat moet wel lukken. Hooggesloten. Hele mooie stof. Maar wat ik echt leuker aan vond, is dat er zo'n strik aan zit. Hier in je taille. Ik zal het zo wel even snel voor jullie aantrekken. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het wel een mooie chique top. Dan had ik nog op de valreep een broek. Een soort van nette broek van niet hele dikke stof. Er zit een klein printje op. En het is gewoon elastiek in de taille. Maar ik dacht met zo'n blouseje is dat wel netjes met een paar pumps. Ja, dit is even een beetje een crazy aankoop die of heel goed kan uitpakken of heel slecht. Dat is dit topje, blouseje eigenlijk. Hij is cropped met schoudervullingen, maar ik dacht misschien wel leuk op een high-waist jeans. Trouwens, die ene broek wat ik zei die echt perfect was, die was niet meer in mijn maat. En ik kon ook geen andere broeken daarvoor vinden, dus ja, maat 40 was echt te krap voor mij. Want het was een hele dikke stof. Deze heb ik in een medium en deze was 15,99, maar ik vind hem wel... Ja, ik weet niet. Ik voel de vibe wel, maar ja, we gaan het zien. Nou, dan heb ik natuurlijk dit leuke jurkje voor 8 euro. Super fancy schmancy. Van een soort van velvet stofje met bolletjes erop. Dan heb ik... Oh ja, deze had ik ook al laten zien. Dat wrinkled soort van jurk slash blouseje. Ook met dat gestrikte dingetje aan de voorkant. En dan had ik nog, oh ja, deze, een soort van trui met een rokje aan. Met een kobbeltruitje aan de voorkant. Jongens, dit is dus echt een complete flop. Want ik krijg hem niet eens dicht.
Het is ook satijn, dus niet stretchy. Maar hij is wel fancy. I love it. Maar ja, ik ga deze terugbrengen. Of ik geef hem aan mijn moeder. Ik weet niet. Ik denk dat ik hem gewoon terug ga brengen. Want mijn moeder gaat dit ook niet. Nee, mijn moeder gaat dit niet dragen. Oké, guys. Deze blouse is echt een winnaar. Kijk eventjes. Kijk er. Ik voel me net Carmen van Walraven van Penosa. Alleen die broek is geen succes. Die is echt te kort. Hij zit heerlijk. Maar nee, maar deze top is de shit. Ik ga deze niet lager filmen, maar... ik heb geen broek aan, maar deze is ook echt top. Heerlijk, lekker stofje, fancy strikje. Love it. Zo, het is al heel wat uurtjes later. En ik was toch nog even teruggegaan naar de Zara, want... ja, een paar dingen waren niet goed. En ik denk, ik ga nog één keer even rustig door de sale. Ik spoor niet hoor, maar aan de andere kant denk ik, ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Want ik heb toch nog een paar leuke dingen gevonden. Allereerst, dit soort van crop topje. Er zit een soort van printje in. Vind ik wel leuk. En die had ik dan bedacht op deze... Dat crop truitje was nu nog geen 10 euro. En ik dacht, leuk op deze leren broek. Hij is wel een beetje baggy. Maar dat vind ik wel leuk, een baggy leren broek. Hij is high waist en deze was ook 10 euro. Ik heb hem in 42. Ja, kom maar babe, mam is in de kast. Ik had deze uit... Oh. Sorry, mijn camera viel even af. Ik heb hem op mijn sieradendoosje gezet. Maar deze broek had ik eigenlijk in de maat 40 moeten hebben. Maar ja, die hadden ze niet. Ik heb toch maar die geweldige spijkerbroek gehaald in maat 40. Die een beetje strak zit. Maar in mijn ervaring met dit soort broeken van zo'n dikke jeansstof die niet stretcht. Lubberen die heel erg uit. En hij is ook de perfecte lengte. Ik vind hem ook de perfecte kleur. Echt zo'n vintage kleur. Dus ja, ik zal de eerste 10 minuten dat ik deze aan heb geen adem kunnen halen. Maar daarna zal die vast wel uitlubberen. En die was trouwens ook 10 euro. En ik had nog dit gezellige blouseje. Het is een beetje oma-achtig. Maar ik weet niet, als ik het aan heb, staat het echt heel erg leuk. Dus die had ik ook nog en die was nu 12. Dus ik ben blij met mijn aankoopjes. Ik heb Meso uit de crash gehaald. Ik heb nog even gewerkt. Ja, het was een lekker dagje. Ik ga nu koken. Boodschappen uitpakken. Ik heb ook boodschappen gedaan. En ja, ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ben lekker ontbijtje aan het maken. Voor mij en Mees. Voor mijn prins. Lekker een broodje met gebakken ei en kaas. Niet gillen, schat. Ik heb voor mezelf even lekker een karamel. Hoe zeg je dat? Nou, ik weet het niet. Espressotje. En gaan we lekker ontbijten, schatje? Ja. Wat gaan we ontbijten? Broodje ei met? Een. Wat wil je ontbijten? Broodje. Met? Ei. En? Broodje. Dus deze jongen die zit tegenwoordig zelf in de koelkast. Hij kwam mij dus letterlijk met een doos eieren. Ja, schatje, we gaan zo aankleden. Letterlijk kwam hij met een doos eieren kwam hij mij wakker maken van mama, eet je wakker. Mees, hou eens op met gillen alsjeblieft. Ik zie die zo. Zo jongens, Mees en ik hebben lekker ontbeten. We zijn lekker schoon en aangekleed. Mees gaat naar school, ik ga naar de gym. Ik ga dit. Goedemorgen, het is vandaag woensdag, mamadag. Mees en ik zijn vanmorgen even naar de kapper geweest. Ik heb hier het huis een beetje opgeruimd en gestofzuigd. En ik ga nu even snel de was doen. Dan komt mijn moeder, die komt hier lunchen met mijn neefje. En dan neemt ze Mees en mijn neefje mee naar de ballenbak. En dan ga ik lekker naar de kapper. Je bent wakker. Ik
ga mijn haar een heel stuk lichter weer maken. En je ziet het nu niet, want ik heb het vast gedaan. Dus ik ben zeer benieuwd. Ik heb ook even lekker een make-upje opgedaan, daar had ik zin in. Daar had ik toch tijd voor, dus ja. Wordt een lekker dag. Nou jongens, ik heb de halve middag bij de kapper gezeten. Maar het resultaat mag er zijn. Het is weer lekker een stukje lichter, waar ik heel blij mee ben. En ze heeft ook hier wat hoger ingezet. Ja, je ziet het nu niet zo heel goed, omdat ik omdat het al bijna donker is buiten. Maar ik ben er echt heel blij mee. Het wordt steeds lekker assiger. Het wordt steeds meer... Nou, dit is gewoon bijna wat ik wil. Ik wil nog één tintje lichter. Kijken misschien in de badkamer. Het liefst wil ik het nog één tintje lichter. Of iets assiger. Maar we zijn al zo ver gekomen en ik kom van zwart geverfd haar. Hè? Dus hey, ik mag echt niet klagen. Ik ben hier heel blij mee. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Jongens, ik ben lekker aan het file rijden. En daarom haat ik het gewoon om een 9 tot 5'tje te hebben. Want ik heb liever dat ik om 10 uur begin en dat ik dan gewoon nog even in de avond na het eten even verder werk. Dan dat ik zo nutteloos in de file sta. In de file staan is gewoon zo zonde van je tijd. Maar ja, goed. Die afspraak is dus om 9:30. Maar ik moet eerst naar Bergshoek. Dan moet ik van Bergshoek naar Pernis. En dat allemaal vanuit Rotterdam-Oost. Dat is gewoon de grootste kwelling in de ochtend. Maar goed, er zijn mensen die werken in Hilversum. En die moeten daar om 8:30 zijn. En die komen uit Rotterdam of zo. Oh my god, you guys. Ik heb alle sluipwegen genomen die ik kon nemen. Ik ga sowieso 20 minuten te vroeg op mijn afspraak zijn. Love it. Want ja, ik weet niet. Ik moet nog even een paar dingen laten ventileren. Ik heb net even gebeld met mijn werkgever. We hebben alles besproken voor de presentatie voor zometeen. Oh, ik vind dit zo spannend. Maar ik heb er ook zoveel zin in. Ik hoop echt dat we dit gaan winnen. En dat we deze partij weer voor de komende 5 jaar aan ons mogen verbinden. Oh, ik hou hier echt van. Daarom vind ik mijn werk zo leuk. Want soms heb je zulke heerlijke uitdagingen. En daardoor is het gewoon nooit saai. En het is zo fijn als jij en je team gewoon iets winnen. En gewoon, ik weet niet. Dat, ja, tuurlijk. You win some, you lose some. Maar ik ga sowieso altijd voor de winst. Jullie weten het. Oké, deadline gehaald. Ik ga nu even snel plassen. En dan naar Tattoo No More. Oh ja, ik zal nog even mijn outfit laten zien, want ik ben vandaag helemaal een nette meid. Ik heb dit blouseje aan die ik in de Zara sale had gehaald. Hij is echt top. Echt, deze top is helemaal top. Helemaal chique bijt. Dan heb ik deze velvet pantalon aan van de Mango. Dat is van mijn pak, maar ik had geen zin om een colbertje aan te doen. En dan heb ik deze hakken van de Zara. Die zijn zeg maar hier met een soort van plastic. Dus... vind ik wel leuk, dus ik ga nu opschieten. Oké, okay, doei. Yes, nou jongens, ik zit nu bij Tattoo No More met Andy. Hij gaat nu leveren, we hebben het net gevoeld. Ik ga je even laten zien dat het niet zo heftig is op dat lijn. Ready? Yes. Kun je het inzoomen? Ja. Bizar. Mooi hè? Geen bloed, geen blaren, niet verbrand. Je kan het gewoon aanraken. Mooi. Toppie. Okay. Zo jongens, dat zit er ook weer op. Oh, ik ging op het einde wel echt kapot van de pijn. Hoe positief ik inging. Hoe erg ik met Andy. Oh, maar hij is echt een leuke gast hoor. Hij is echt een toffe peer. Maar op een gegeven moment zat ik... Tering, tering. Hij lacht, hij zegt, oh, ben je toch ook gek hè? Maar in ieder geval, ik heb lekker een ijspackje erop. Hij heeft me helemaal ingetaped. En hij heeft me voor de volgende keer een verdovende crème ingegeven. Zodat ik het stukje precies op mijn borstbeen. Want daar zit ja, geen vet. Of amper vet. Dat is alleen maar huid. Dus, oh jongens, ik ging echt helemaal kapot op het einde. Het beurt echt als een motherfucker. Maar wel lekker even dat ik dat ijspackje heb meegekregen. En die crème. Ik ga, volgende keer ga ik me helemaal insmeren. Van mijn kruin tot mijn tenen. Nee.
Oh nee, ik ging echt door de grond. Maar wat hij zei, hij is wel vol gas ervoor gegaan met die laser. Omdat mijn huid er goed op reageert. En omdat de inkt van goede kwaliteit is. Dus ja, dan ben ik er ook sneller vanaf. Ik ga nu naar de Markthal voor werkoverleg. Dan heb ik, als het goed is, nog een afspraak in Utrecht. En dan ga ik om 9 uur vanavond nog even mijn nagels laten doen. En dan vind ik het wel weer gescheten voor vandaag. Lekker druk dagje. Maar is wel fijn. Ik zit weer helemaal in het ritme nu. En dat hele vroeg opstaan, ik weet niet, het bevalt me wel. Ik ga echt proberen elke ochtend gewoon om 6:30, 7:00 op te staan. In plaats van blijven liggen tot 8:00. Soms 8:30. En dan die kleine weer laat naar de crash brengen. Ach, plekje voor de deur. Alsjeblieft, plekje voor de deur. Oké, jongens. Pray for plekje voor de deur. Oh nee, het is zo fucking druk. Moet ik weer die geile garage. Heb ik echt geen zin in. Ga jij eruit? Nou, ik zie die zo. Ik had dus geen plek voor de deur. Maar wel een plek vlak voor de Zara. Dus ik ging even snel de Zara in. Even snel nog in de sale. En ik zag een broek waar mijn naam op stond. Ik ga hem nu passen. Het is zo'n gezellig party tijd. Past er niet in. Jongens, ik was dit helemaal vergeten te vertellen. Ik vertelde toch over die presentatie vanmorgen. Ik kwam dus binnen mijn werkoverleg en mijn werkgever zegt, hey, gefeliciteerd hè. Ik zeg, met wat? Hij zegt, gefeliciteerd. Ik zeg, nee joh. Hij zegt, ja, we hebben de opdracht! Oh my god! Gewoon 5 minuten nadat we de deur uit waren, hebben ze gebeld. En dat betekent gewoon dat wij de komende 5 jaar, of de komende 3 jaar met verlenging tot 5 jaar weer events mogen doen. Ik ben zo blij. Echt jongen, deze dag. Woe! Love it! Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Laatste dagje van de week. Hey, ik ben onderweg naar de club. Naar de sportschool van mijn vriendin en oude trainer. Dan ga ik even een uurtje 1-op-1 trainen. Dus personal training. Ik ben benieuwd. Maar ik merk gewoon dat ik qua oefeningen een beetje vastloop. Dus ik ben echt op zoek naar wat nieuwe oefeningen, wat nieuwe uitdagingen. Want dat sporten gaat me veel te gemakkelijk af. Ik ben maandag geweest, ik ben dinsdag geweest. Ik heb gewoon geen spierpijn. Met mijn tatoeage gaat het trouwens ook super goed. Hij is alleen een beetje rood. Want Andy zei van, nou, het wordt waarschijnlijk helemaal paars en zo. Maar dat is niet het geval. Ja, hond. Laat mij er dan even uit, joh. Lul. Dus, ja, dat. Heb ik een plekje? Ik heb een plekje. Ach, ik heb zo'n hekel aan. Ochtenden. Zo jongens, ik ben weer thuis van trainen. Mees blijft nog een nachtje bij opa en oma slapen. Want ik ga vanavond uit eten met vriendinnen. Dus daar heb ik heel erg zin in. Maar ik had ineens een pakketje van Chiquelle. Zo, dat was echt snel gegaan. Dat was binnen een dag of zo. En ze verzenden nu via PostNL trouwens. En daardoor gaat het sneller, want eerst was het DPD. Dus ik ga deze even met jullie unboxen. Want ja, ik mocht weer een paar leuke dingen uitzoeken bij Chiquelle. Dus ik ben benieuwd wat het is geworden. Oké. Oeh, ik hoop dat dit het topje is, want dat zou ik vanavond heel graag aan willen. Is het hem? Yes! Het is hem! Oh my god! Kijk hoe geweldig. Met van die mouwtjes. Maar ze hadden hem alleen nog in medium. Oh, dat gaat sowieso lukken. Oh, hier ben ik zo blij mee. Dit is zo classy. Gewoon met een mooie broek. Hij is een beetje geript. Ook echt een mooie kwaliteit stof. Maar ik vind dat eigenlijk met alles wel van Chiquelle. Oh mijn god, ik ben hier zo blij mee. Ik zal alles van Chiquelle even linken. En ik heb ook een kortingscode. Die zal ik zo ook even delen. Dan heb ik item nummer 2. Wat was dat ook alweer? Oeh, ja. Een mini jurkje. Met een splitje aan de bovenkant. Vind ik ook. Och, die stof van Chiquelle. Kijk even hoe mooi. Het is hele dikke, mooie katoen. Met een ribje, maar het stretcht echt super goed.
Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dan heb ik gewoon nog meer. Is dit die lekkere lange zwarte trui? Yes! Oeh, zo kijk gewoon dat kaartje in mijn ogen. Wat een debiel ben ik. In ieder geval, ik heb dus die lelijke witte blouse. En nu zag ik bij een meisje op haar Insta, dat is dus zo'n lelijke grote witte blouse. Maar dan had ze een wat langere zwarte trui eroverheen. Dus hey, dit is ook weer een outfit met die grote zwarte blouse van de Zara. Dus die heb ik. En deze. Ja, ook heerlijk. Gewoon een lekkere, ik ben tegenwoordig helemaal op de nude kleurtjes. Gewoon een lekkere gebreide nude trui, camel. En ik zei dus ook dat ik een kortingscode had. Ik ga even kijken. Ik zie jullie volgende week. Tjus! Hey Miss Fatty, you are